Ja, staat je goed hoor, Mike. Ik herhaal oprecht heel veel. Oh nee. De veggie homestyle crispy chicken honey mustard, apart. Meer van Armin van Buren. Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Kom heen! Ze scheurt van hot naar her voor presentaties en voor shoots. Ze houdt alle ballen in de lucht met mukjoe, tet en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee om 5 uur. Dit is Kim TV. Weer een nieuw avontuur. Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Vork. Goedemorgen. Het zonnetje schijnt nadat het heel veel heeft geregend vandaag. Ik hoop zonnig weekend, want ik heb nog een huwelijk op de planning. Maar in deze vlog zit dat huwelijk nog niet. 3 huwelijken achter elkaar, 3 vlogs achter elkaar. Maar wel een fantastisch huwelijk in Maastricht van mijn vriendin Chantal en haar dus man Michael. Ja, het hangt zo'n mooie huwelijk aan elkaar. Het is niet normaal. In Italië is super romantisch. Prachtige plekken naar Maastricht. Waar het bijna lijkt alsof je in het buitenland bent. Zo mooi. Wordt geïnspireerd zou ik zeggen. Ik voel de romantiek. Verder, het was ook wel heel emotioneel. Een heel emotioneel moment ook. Want na 7 jaar kon mijn vriendin eindelijk trouwen. 7 jaar geleden is ze ten huwelijk gevraagd. De eerste datum die op de planning stond, toen overleed haar vader vlak daarvoor. En dat was natuurlijk heel heftig. En daarna, de jaren daarop volgde, had hun zoontje een leukemie. En gelukkig gaat het nu allemaal heel goed, maar daardoor is het huwelijk natuurlijk ook uitgesteld. En corona gooide ook een paar keer roet in het eten, dus dit huwelijk komt nu als iets van afsluiter van heel veel narigheid. En in die hoedanigheid denk ik dat ik ook een toepasselijk cadeautje heb laten maken. In de ochtend voor het Leko kwam, ja, het Leko heeft haar helemaal mooi omgetoverd. Heb ik op haar kamer een cadeautje bezorgd. En dat was een knuffel van haar vader, die dus overleden is, zodat hij haar toch nog een beetje weg kon geven. Nou, je kan je voorstellen dat dat heel emotioneel was. Ja, en eigenlijk voor mezelf voelde dat als een heel bijzonder cadeau ook. Fijn om dat te kunnen doen. Daarnaast hadden we ook de première van Armin, van de film van Armin. Ik wist eigenlijk niet wat ik daarvan moest verwachten. Ik dacht een film, een registratie van de Ziggo Dome. Maar het was echt zo emotioneel. Het gaat over hoe hij in zijn vel staat, hoe hij allerlei stemmetjes te hoort en een soort van burn-out. En dat versterkt met teksten van nummers, dat je echt denkt, wauw, er zit zoveel betekenis in die nummers. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, het zijn toch partynummers, Trent? Nou, kijk maar naar deze film. Het was heel, heel mooi. Veel plezier met de vlog. Het is een lange vlog. En ga er lekker voor zitten. Fijn weekend alvast. Doei! Weer vergeten te filmen dat Natasja mij heeft opgemaakt. Mijn haar heeft gedaan. Ik heb vandaag een lange dag. Ik ga eerst de presentatie doen. Van de officiële haringparty in Ommen. Dat is ook voor het goede doel, een veiling. En die stond heel lang gepland. Niet zo handig gepland, want ik had in mijn agenda gezet dat ik s'avonds een begin van het huwelijk had. Maar het is heel ver rijden naar Maastricht. Dus ik heb slapeloze nachten gehad dat ik dan dus te laat bij mijn vriendin bij het eerste openingsfeest ben. Nou, gelukkig is zij oké, maar ik vind het zelf heel naar. Maar ik kan het alsnog wel combineren, gelukkig. Dus ja, bereid met me mee. De kant op. Dan ga ik de presentatie doen en direct vol gas naar Maastricht. Waar wij het openingsfeest gaan hebben. Een heel mooie locatie, heel mooi restaurant. En dan, dat is Black Tie. En morgen cocktail, pastel. En het is een heel mooi hotel in Maastricht, waar dat gaat gebeuren. Volgens mij Gerlach heet het, dacht ik. Spannend! Dit is wel echt gek hoor. Ik heb de goede kleding nog niet aan hoor, maar prachtige locatie. Zometeen gaan we van start. Kijk, prachtige dames. Met de haringparty aan het Vechtdal. We zijn in Ommen. Heel mooi hier, echt in mijn camping met hele blije mensen. En
de burgemeesters komen van Hardenberg en Ommen. Wat officiële momenten. En dan de veiling van het eerste vaatje. En dat gaat naar het goede doel. Dat gaat naar de voedselbank en naar het ziekenhuis. Hier voor de kinderafdeling. En daar ga ik me natuurlijk hard voor maken dat we zoveel mogelijk geld gaan binnenhalen. Hele mooie bloemen allemaal. Zo. Puntjes geregeld hier hoor. Zin in. Ik heb er zin in haar trouwens. Kijk hoor. Kijk, hoe knap je bent. Ja, ik heb mijn schoenen uitgedaan. Er zaten kiezeltjes in mijn schoenen. Kijk, dit is onze bruidssuite. Oh ja, wel mijn troep nu. In het kasteel, in de toren. Ja, wel heel mooi hè. Leuk. Minimaal. Gaaf. Oh, je zou een buitenkant. Dit is gewoon een hele etage, joh. Leuk. Nou, een beetje slecht kunnen slapen. Kom weer, zo. Het is heel mooi hier. Ja. Ontbijten? Ik ben al een beetje verkreukt hoor. Ik ook. Aan de televisie. Nadia is helemaal naar Maastricht gekomen. Oké, stel even mij. Oogmaskertje op. Kijken of we er wat van kunnen maken. Nou ja, jij. Ah, ja. Nou, Peers? Ik vind je prachtig. Met of zonder make-up? Met en zonder make-up. Ja. Zonder ballen graag. Ja. Ja. Zo, ja, dat kun je beter zien. Kijk eens even. Heb jij ook kijk, wie hier is. Nicky Nicole is natuurlijk ook weer onderdeel van de crew. Bride Squad. Nee, kijk hoe mooi ze is. Kijk. Ik dacht al, die was laag, maar die moest al dicht. Oké. Okay. Nou, we zijn er klaar voor. Het is nu in één keer het zonnetje, dat is heel mooi, maar het gaat meteen heel warm. Wat? Je hebt nu een... alweer? Nee, het is niet anders. Laag, hè? Decorateur. Zitten we in de taxi. En we gaan nu naar Neerkanton. Hoe zeg je dat? Neerkan. Ja, maar hoe spreek je het uit? Misschien weet hij dat. Neerkan. We gaan naar Neerkan. Oh, het ziet er zo mooi uit. Dank je. Moeder van de bruid. En wij kunnen niet wachten. Jij weet hoe de bruid eruit ziet. Nou, wij nog niet. Oh. Ik heb haar wel de make-up gezien. Het zag heel mooi uit. En verder nog niet. Zo. Nou, we zijn dus nu in de kamer. En we denken dat ze op tweede bruid in de bruid gaan komen. Jaap en ik moeten een optreden straks nog op. Ja, zingen. Dus ik dacht samen met John. De vleugel. Heel emotioneel denk ik allemaal hoor. Ik ben nu al gehuild. Het is voor Chantal en Mike ook al heftig. 7 jaar geleden heeft Theater Nieuw gevraagd. De eerste keer werd uitgesteld toen mijn vader overleed. Kort voor het huwelijk. En daarna kreeg een zoontje leuke nieuws. Het is allemaal goed gekomen. Super gezond. Maar ik dacht, heel uit de periode. Daarna 2 keer uitgesteld vanwege corona. Dus nu vieren we het liefde. Testen weer. Ja, staat je goed hoor, Mike. Echt een goede bruidsmeisje hoor. Ja, echt. Ja, mooi. Klasse? Ja. Sorry. Ja, wat ben jij? Heel.
Het is heel zenuwachtig. Heel, jij ook aan haar. Misschien zegt ze ja, nee, maar ik weet zeker dat hij ja zegt. Ik ben wel relaxed. Ik heb ook haar, hè? Oh, sorry. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Bruid in het zin niks. Ik ben helemaal mee. Ik ben alleen met Michael. Ja. Ja, dit is voor de vlog. Moet ik iets leuks zeggen? Ja, doe maar. Over de bruid graag. Kan jij even inzoomen op Jaap's schoen? Dit is gewoon heel mooi. Dat zijn leuke aspirines. Nee, maar Jaap is echt een fashion boy, hè? Ja. Die doet zelf styling en zo. Oh, serieus? Het is helemaal niks aan de hand, hoor. Hier. Leuk jackertje. Vond ik en John ook allereerst heel eervol. Ik was heel benieuwd welk liedje jullie wilden gaan horen, want het leuke is, John en ik hebben opgeteld precies 20 nummer 1 is geschreven. John 18 en ik 2. maar daar zat niks bij, want het werd een ander liedje dus. dus dat vinden wij prima, toch John? Okay. John die gaat het begeleiden en die maakt het met zijn U-Bank Living een nog mooier liedje van dan het al is. Ja, dat laten we maar gewoon spelen. Dankjewel. Wat een service hier! Dat is wel echt niet normaal. Ja, je bent sowieso erbij! Heeft u een paraplu nodig? Nee. Ja, zeker. Ja, lieve Michael en Chantal, ik heb een tijdje geleden al dit liedje geschreven met jullie in het achterhoofd. Ik hou oprecht heel veel van jullie. Ik zie jullie bij drie jonge kinderen van 1, 4 en 6. En jullie hebben natuurlijk ook drie. Ik zie jullie echt als voorbeeld. Ik hoop heel erg dat dit mijn voorland is, dat dit mijn voorbeeld is. Dat is het. Ook al zijn jullie nog helemaal niet zo oud. Het is 10 jaar. Maar het liedje heet Als je voor me staat. Het is speciaal voor jullie. Ik heb een klein beetje hulp vanaf afgeschreven. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Ik zal er even de structuren. Amandel krokant.
Duchesse biscuit, Duchesse biscuit. Mousse van Runaar, champagne. Verse frambozen. Champagne mousse met ook de frambozen. Klein laagje marsepein. En dan de initialen van de kinderen. Oh. En dan ook het initiaal van het bruidspaar zelf, monogram. En de bloemen zijn van suiker gemaakt. Dat is niet normaal, dit lijkt en gewoon. De structuur van het bruisjurk zit in de taart verwerkt. Oh. En boven is het met zout weer gemaakt van heldere suiker. Niet normaal. Kunstenaar bent u, wat is uw naam? 120 uur. 120 uur? Ja. Mijn naam is Jeroen Goosen. Onthoud deze man. Ik ga je eigenlijk vragen, het is een beetje ongemakkelijk, maar je moet mij erop vertrouwen dat je veilig bent dat ik niks gids heb. Ik ga je namelijk allebei dadelijk vragen om tijdens het experiment je ogen gesloten te houden. Okay. Jullie sluiten dadelijk je ogen, je houdt je hand zo en vanaf het moment dat je je ogen sluit, voel je goed of iedere aanraking die je voelt op je lichaam, al is deze zo zacht als met een veertje. Degene die zojuist een zachte aanraking gevoeld heeft op zijn of haar uitgestrekte arm tijdens dit experiment, zou die persoon de andere arm hoog in de lucht willen steken. Als je ook een aanraking gevoeld hebt op je gezicht, zou je dan voor de laatste maal nog één keer de hand omhoog doen. Wie zouden jullie de enige persoon willen aanwijzen die ik daadwerkelijk heb aangeraakt? Jij ook voelt. Nou ja, dit is niet normaal. Hoe kan dit? Ik snap het niet. Ik ben niet te dom voor. Ik snap nee, je bent te slim. Dat is het. Jij moet het juist weten. Dit is mijn game. Ja, ja. Alle mensen van de wereld opgelet. Michael en Chantal zijn officieel onzet. En wij gaan niet meer uit van het ontzettend. Wordt meteen Chantal. Michael en Chantal zijn officieel onzet. En wij gaan niet meer. Ja, zit je daar? Didn't do the trick, guys. 47 gangen met ganzenlevers, alles erop en eraan. En wat nemen we? KitKat met flurry. KitKat met flurry, ja. Die is ook de allerbeste. Ja, oké, dat is goed. Dat is goed. En dan apart een veggie homestyle crispy chicken honey mustard. En jij doet net of jij er nooit naartoe gaat. Deze heeft iets te profi uitgesproken. Ja, ja. Nee, die moet je nog een keer zeggen, want dat gaat niet voor. De veggie homestyle crispy chicken honey mustard, apart. Zo, mannen. Ja. Lekker veel hooi op de vork. Ach, dit is toch te lief. Ah, echt niet normaal. Alles op de kamer, pakketjes, cadeautjes. Over mijn gedacht. Zo. Als je terug hier bent, moet je natuurlijk wel een fly halen. Hè? En we zijn doorgereden naar Twente. Hi! Hallo. Zometeen komen de jongens hier. En blijven nog een nachtje in Twente. Want ze wilden zo graag naar opa en oma en naar hun neefjes en nichtje. En natuurlijk vaderdag van mijn vader. Hebben we vorige week gemist. En zijn verjaardag. Dus dat gaan we ook eventjes vieren. Het is heel mooi weer hier. Daar komen ze aan. Ja. Dus hebben jullie dat gekregen van opa en oma voor jullie rapport? Ja. Wat? Moet je van weer heen? Ja. Goed zeg. Goed zo. En dan moet je daar. Kom maar. Daar gaan we pakjes even halen. Zo, neem maar mee. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Zijn de schaapjes dan? Kom maar. Hey! Die chok. Meh. Die is echt super grappig. Meh. Wat is dat nou? Is dat nou een schaapje? Kom maar, ei. Eien. Eien.
Gaat hij zitten. Kom maar. Kom maar, gaan we iets in het midden van de week. Kom maar. Muk, kom maar. Geef maar opa. Hey, vind je ze leuk? Kom maar. Muk, weet jij nog een mooie naam voor het kleine schaapje? Hoe moet je heten? Jean het schaap. Jean het schaap. Ja, ze lijken ook wel een beetje op Jean. Of Timmy tijd. De kleinste muk. Ja, de kleine moet nog een naam. Hoe dan? Hoe? Jackie. Hoe moet die heten, muk? Jopie. Weet je wie de Jopie heet? Jola. Weet je wie de Jopie heet? Ik ben Jola. Oh, maar weet je wie de Jopie heet? Ja. Dit is de opa van mama. Dus de papa van opa. Uit het. Joehoe. Rechts is moeilijk voor jou, hè? Zachtjes, niet nee, niet in de oren. Alle vragen bij de kruidvat. Hi Ted, Teddy. Mijn opa. Lynn die selectietraining en ze is weer door het volleybal. Daar komt ze aan. Woehoe! Daar moet een prullenke worden. Hi-ha-ho! Oma die heeft dat gemaakt. Ja, hi-ha-ho! Ted, niet op de tafel. Ja. Ei. Ted, wil je nog een hapje? Teddy. En dat is mama, schat. Oh my god, ik kom
niet meer volgens mij. Kijk dan. Dit doet dus. Weet je, als je 3 kinderen hebt die niet goed slapen. En is dat veel werk, ze niet te weinig slapen. En ik heb mezelf een beetje verwaarloosd, moet ik zeggen. Met vitamines, maar ook zeker met collageenpoeder. Dus ik ga uit de verpakking halen. En ik moet er gewoon weer aan beginnen. Het slaat namelijk helemaal nergens op. Kijk eens hoe leuk dit trouwens is. Het links is openmaken gaat natuurlijk nooit. Het is het allermakkelijkste wat je kan doen. Je krijgt zo'n naampakket. Met zo'n zakje. En die gooi je door de koffie. Los meteen op. Zit geen smaak aan. Door de thee. Maar ik gebruik het meestal door de kwark. Het is wel niet normaal hoe ik eruit zie. Nou, zijn mijn wenkbrauw ook heel zwart hoor. Die zijn vandaag geverfd. Maar eens even kijken wat het weer gaat doen. Mijn haar gaat trouwens best wel goed. Dus daar hoef ik het dit keer niet voor te doen. Maar het komt meestal goed terecht. Dus hij pakt meestal waar hij het nodig heeft. En ik denk dat het nu mijn wallen zijn. Lijntjes die opgevuld moeten worden. En de nagels. Mijn nagels zijn ook even wat minder geweest. Deze week gaat het eigenlijk wel met mooi weer. Maar het kan nooit kwaad om weer even een beetje collageen op te bouwen. Maar ik doe het vooral voor dit. Dit is hang op trouwens. Vind ik nog lekker. Nog een beetje met krusli of met fruit. Zakje erdoor. Kijk, hoe het erin zat. Gooi er nog een beetje fruit door. Een beetje. Jaap, wil je ook een zakje? Ja. Jaap en ik die vinden dat wij weer wat aan onszelf moeten doen. Het staat namelijk dus zo makkelijk. Ik moet het gewoon weer als een ritueel gewoon weer hebben liggen. Bij het ontbijt of 's avonds naar bed, zoals nu. De vorige keren, 5 weken ongeveer, merkte ik al verschil aan mijn haar en mijn nagels. En een paar weken later werd mijn gezicht veel egaler. Dus ik ga er weer voor. Kijk over een paar weken. Verloren schaap is weer terug. Kijk, als je buurman de lekkerste groenteman van Nederland is. Dan bestel ik nog wel eens wat bij Poespas, hè? En dan krijg ik lekker fruit. Dat is gewoon met Shinsky. Premiere van Armin, van Buren. En dat is Kirsten. Eet goed, Kirst. Nou, fantastisch. Trek nooit naast elkaar aan in Amsterdam. Nee. Ja, mogen we jou wat vragen? Ja, we zitten te crunchen in de box. De familiebox. Met popcorn, dat is ons aangeleerd. En de documentaire van Amin. Hetzelfde. We zitten hier natuurlijk. Doe bedankt. Goedenavond Amsterdam. I think we all want the most out of life, you know, especially I think that's why Corona hit us all so hard, because we all want a beautiful job, we hope for beautiful children, beautiful house, great car, great careers, and there's so much we want sometimes it doesn't fit in one life. It's okay to feel not okay sometimes. Why can I feel unhappy if I have everything that I want? I don't want to feel unhappy because I don't deserve to feel unhappy. I was angry with myself because I had so much beautiful thing. I have a beautiful wife, you know, the best wife a man could ever wish. I have 2 beautiful children. It doesn't make sense. And that's what this movie is about. Thank you. Thank you so much for being here and spread the word. Thank you. Met mijn boys in de auto. Zet hebben we al naar school gebracht. We zijn bijna bij school. En we luisteren naar 5 uur. Gewoon papa die komt er zo op, toch? Ja, maar... Het duurt even. We redden net niet voor school. Ik zie alleen je elleboog. Ik zie alleen echte boog. Zo goed? Oké, het is groen. Doei! Maar het is...
is logisch dat iedereen daar huilt. En wij vinden allemaal muziek mooi. Dus ja, ik vind het niet zo gek. Ik snap wel als je als kijker kijkt dat je denkt, jongen, jongen, gaat er weer een. En we laten dan. Met wie maak je het programma samen dan? Wie zijn er nog meer te gast? Ferdy Bolland, Roxanne Hazes, Nielson, Blanks, Sarita, Lorena en ik hoop dat ik niet iemand vergeet. Claudia de Brein. Oh ja, om te janken allemaal inderdaad. Allemaal om te janken. Ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan het doen. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja, Bresema en Lea Ru met Cluzo. Timmerlieden. Misschien hebben ze wel personeel nodig nog. Ja. Moeten we een oproepje doen? Altijd. Bij Wolfswinkel. Leuke lui. Leuke club. Maar vanaf volgende week komt er één bij en dan komen er weer twee extra bij. Dan kijk de buitenmuur staat nu. Deze ruimtes. Ik ga even kijken. Waard. Bank aan beide kanten zitten. En naar buiten kunt kijken, boekje lezen of zo. Als je ooit tijd hebben. Daar de tv. Speelkamer. Zijn eigen hoekje hier. Dat is een veranda. Dit is een. Hier komt de piano, zeg maar. Dit is de entree. Dit is de entree van de keuken. Dit is de keuken, man. En die komt over hier, zeg maar, zo'n organische vorm eetkamertafel aan het blad. Een bar daar. Hebben we dit uitzicht? Dat is toch waanzinnig? Dus dan staan we hier. Hier zijn we te koken. Heerlijk. De badkamer komt hier. Oh. Dit is de badkamer volgens mij ook echt. Ja. Komen daar nog slaapkamers voor kinderen? Hoi allemaal, dit is mijn model Ted en dit is mijn pampermodel. We gaan ook letten zo bij de C, maar deze maakt zodat je hem symmetrisch hebt. Heel belangrijk, dat was één. Heel handig bij de jongste baby's. Hé, Teddy is niet steeds wakker te maken. Ja hè, Teddy. Plus is dus extra absorberend, dus eigenlijk voor de nacht. Neemt, kijk, heel veel gaatjes. Ook broekjes. Ik vind broekjes ideaal voor jou dan, hè? Zodat je wat minder... Doei, doei! De kip heet het op Sapsa. Auw! Goedemorgen, Ted. Ga naar school, hè? Ja? Jij mag spelen in de modder. Dus je oude kleren aan. Schone kleren mee. Mag weer pennen in de oortjes, hè? Ja? Nee, je mag geen antibiotica meer. Ik denk, ik kom maar weer naar de KNO. Of misschien eens een kiesje. Ja. Hier is een nieuwe aflevering.